Als ik de app Book Creator open, klik ik op Nieuw boek linksboven. Dan kies ik voor de vorm die ik wil gaan gebruiken. En als dat geopend is, kom ik op de eerste pagina en dat is de cover. Ik plaats altijd een foto met tekst om duidelijk te maken waar het boek over gaat. Eerst de afbeelding en nogmaals de plus add tekst om in te voeren dat dit een voetbalboek is. Wanneer je op de rechterpijl drukt naast de pagina, kom je op bladzijde 2. En op bladzijde 2 zou ik graag een video willen invoegen. Druk op de plus, foto's en de filmrol. En ik kies de video die ik graag wil gaan gebruiken. Deze wordt gecomprimeerd voor de pagina en geplaatst op de pagina. Door op de blauwe bolletjes te drukken en te slepen, kan ik de video groter en kleiner maken. Wanneer je af aan het spelen bent en je klikt op de video, zie je linksboven een aantal pijltjes staan. Als je op klikt, dan zal de video zich beeldvullend afspelen. En als je daarna nog een keer op de video klikt en op het kruisje, zal de video teruggaan naar je boek. Je kan de pagina's ook een bepaalde kleur geven. Ik geef bepaalde boeken een bepaalde kleur met een bepaald thema, zodat het duidelijk wordt. En wanneer je denkt dat je klaar bent, kan je je boek inzien en bepalen of dat hij klaar is. Maar wanneer je teruggaat naar My Books, zie je je boek staan en kun je door middel van de deelknop onderin deze exporteren als een EPUB. In het nieuwe venster kies je dan voor kopiëren naar iBooks. Dat betekent dat die wordt geëxporteerd naar de boekenplank van iBooks. Hier wordt je multi-touch boek dan klaar om te gebruiken. Op het moment dat je erop klikt, opent hij het boek, kun je erin bladeren en kan je de video's bekijken. Wanneer je je internet uitzet, teruggaat naar iBooks en het boek opnieuw opent, zul je zien dat en je kan bladeren door alle pagina's en dat de video actief is. Zo kun je dus door het invoegen van video's in Multitouchbook een offline database maken.